Vluchtelingen die in Nederland worden opgevangen, krijgen vaak voor langere tijd een bijstandsuitkering. 65% van de statushouders is na 15 jaar nog steeds werkloos, met alle gevolgen van dien. In deze film gaan we langs bij Refugee Company, een kwartiermaker die vluchtelingen helpt bij het starten van een nieuw leven in Nederland. Maar eerst gaan we langs bij Tesseltje de Lange, onderzoeker en docent bestuursrecht en vreemdelingenrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Tesseltje de Lange heeft met subsidie van Instituut GAK onderzocht hoe de economische integratie van vluchtelingen in Nederland geregeld is en hoe belemmeringen voor economische integratie kunnen worden weggenomen. Wij ontmoeten haar op De Brug in Amsterdam, in het bruisend hart van de UvA. Tijdens het onderzoek bleek dat het een wirwar aan regels is. Het heeft ons even gekost om daar helderheid in te krijgen. Het bleek ook dat de ambtenaren die ermee werken niet altijd weten welke regels wanneer van toepassing zijn. Kan je nagaan. Je komt in Nederland aan, je vraagt asiel en je wordt geadviseerd, bijgestaan door allerlei mensen, maar eigenlijk weet niemand helemaal precies hoe het nou geregeld is. Met ons onderzoek hebben we geprobeerd om daar helderheid in te scheppen. Uit ons onderzoek bleek dat je die economische integratie van vluchtelingen kan indelen in 4 fases. De eerste fase is de fase waarin de asielzoeker aankomt in Nederland, asiel vraagt en opgevangen wordt in een asielzoekerscentrum, een AZC. De tweede fase is de fase dat er wel een asielstatus is verleend, maar dat iemand nog geen huisvesting heeft in de toe te wijzen gemeente. De derde fase is de fase waarin iemand in die gemeente woont, een bijstandsuitkering krijgt meestal en op zoek gaat naar integratie. En de vierde fase is een fase op een wat langere termijn als iemand een aantal jaar in Nederland is, misschien zelfs al overweegt om Nederlander te worden. Ook dan gelden weer aparte regels. Ga ik terug naar die eerste fase om aan te geven waar het nou knelt. In die eerste fase wil Nederland niet dat asielzoekers gaan werken als ze nog geen 6 maanden in procedure zitten. Dat mag van de Europese regels. Maar Nederland zegt ook, als je dan gaat werken na 6 maanden, dan mag dat maar voor maximaal 24 weken, want anders zou iemand maar WW-rechten opbouwen. Nou, dat is volgens ons in strijd met Europees recht. Het Europees recht laat die beperking in tijd niet toe. Een voorbeeld uit de tweede fase. En dan heeft iemand een status, dan woont nog in een AZC. Stel dat iemand dan af en toe een klus kan doen, af en toe ergens kan werken, dan wil Nederland dat de inkomsten daarvan grotendeels worden afgedragen om mee te betalen aan de kosten van een opvang. Nou, op zich is het prima dat mensen mee moeten betalen aan de kosten van opvang, maar niet onbegrensd. Europees recht zegt weer, dat mag alleen maar als iemand substantieel werk heeft. Dus een keer een middagje werken, dat mag niet. De inkomsten daarvan mogen niet worden ingenomen. Ga ik naar de derde fase, dan woont iemand dus in de gemeente. Meestal beginnen mensen met een bijstandsuitkering en moet het inburgeringstraject beginnen wat binnen 3 jaar afgerond moet worden. Nou, hier zien we dat de versnippering van Europese regels, maar ook van verschillende actoren die betrokken zijn, zich wreekt. Het integratieproces belemmeren. Het zou wat ons betreft beter zijn om een en ander samen te voegen. Nu heb je inburgeren en dan zegt de gemeente, nou, als je klaar bent daarmee, dan gaan we eens naar werk kijken. En vaak alleen maar werk in loondienst. Terwijl iemand misschien best kan inburgeren en al wat klussen als zelfstandige daarnaast zou kunnen doen. Dus een geïntegreerde aanpak zou wat ons betreft veel effectiever werken dan wat we nu hebben. Dan ben ik bij de laatste fase aangekomen. Als betrokkenen al wat langer in Nederland is. Iemand is dan al geslaagd voor het inburgeringsexamen, wil misschien een bedrijf beginnen, vindt een baan. En wat zich dan wreekt is dat de verblijfsvergunning voor een asielstatushouder een tijdelijke verblijfsvergunning is. Dan heeft iemand nog maar 2 of 3 jaar voor de boeg. En financierders willen dan niet investeren en ook werkgevers zijn dan huiverig. Om de economische integratie van vluchtelingen te verbeteren, zou de Nederlandse overheid dus eerder verblijfszekerheid kunnen verschaffen, zodat er ook meer bereidheid is om te investeren in hun integratie. Ik ben Fleur, jullie zijn nu bij Refugee Company. Het is een stichting die ik in 2015 heb opgericht. We ondersteunen mensen met een vluchtelingenachtergrond in het opnieuw starten van je leven in Nederland. Dus heel praktisch wat we doen is, we hebben een connectorsprogramma waar we
locals of Nederlanders verbinden aan vluchtelingen met dezelfde professionele achtergrond. We hebben het naaiatelier hier. We werken vooral kleermakers en die koppelen we dan bijvoorbeeld aan suit supply. Maar we maken ook eigen producten. Dan hebben we het restaurant en daar is een hospitality training. Dus daar kun je in de bediening, je kunt barista worden, chef. Heel vaak zijn mensen al, hadden hun eigen restaurant. Dus we kijken daar ook heel erg op maat van waar ben je. Aan het restaurant zijn 35 restaurants gekoppeld. Die zorgen weer voor werk en training. Dus dat is ook weer een soort netwerktool. Het is niet echt een normaal restaurant. Ook de overheid heeft een hele goede intentie. Die willen ook zorgen dat zoveel mogelijk mensen een plek vinden en aan het werk komen. Maar we lopen gewoon er tegenaan dat je telkens op maat moet blijven kijken wat er nodig is. En die tijd is er vaak niet, of die blik is er niet, of die kennis is er niet. En weet je, dan wordt een assessment afgenomen, maar denk je, ja, daar komt eigenlijk uit zo'n assessment niet echt uit wat er met die persoon aan de hand is. Dus wat ik heel erg vind werken, is op de werkvloer 3 maanden met elkaar werken, dan leer je iemand kennen door en door. Je weet of iemand slaapt of niet slaapt, je weet of iemand nog niet eraan toe is om fulltime te gaan werken. En dan kun je de zorg ook veel beter op maat afstemmen op wat diegene nodig heeft. Wat ik heel veel om me heen zie bij het COA, maar ook bij de gemeente, bij onszelf, is dat wantrouwen. Dus alle regels, alle beleidsdingen zijn vanuit een soort beheers. We willen het beheersen, we willen zorgen dat mensen niet frauderen, dat ze niet de boel belazeren. Ik zou zo ontzettend graag willen dat het andersom gaat, dus dat het vanuit vertrouwen gaat. En ik merk hier ook hele simpele dingen, als je je pinpas meegeeft van wil je even lunch gaan halen met je pincode erbij. Dat iemand je aankijkt van oké, ze vertrouwt me dus echt. Dat is volgens mij de kern. En als je al die regels maar opzet vanuit hoe iemand die regels zou kunnen molesteren of misbruiken. Dan gaat er dus nooit vanuit vertrouwen iets goed gebeuren bij mensen. Dat vind ik frustrerend in hoe we dit doen met z'n allen. Dus er zitten heel veel regelingen die eigenlijk heel mooi zijn, maar die we volgens mij nog veel beter zouden moeten uitdenken. Zodat het echt klopt bij de groep. En het is heel leuk als ik met de barista groep heb ik erover gebrainstormd. Van jongens, jullie vallen onder de participatiewet. Onder de 27, waar mogen jullie geen vrijwilligersvergoeding geven. Wel als je nog in het AZC woont, maar niet als je al in een huis woont in Amsterdam. Dus wat gaan we doen? Nou, dan komt eruit, ja, ik zou wel een rijbewijs willen of ik zou wel... Nou, dat is natuurlijk ook allemaal niet... Dat is ook eigenlijk loon. Dat mogen we eigenlijk ook niet doen. Maar ik vind het heel mooi om te zien hoe zij zelf dus nadenken van... Nou, ik zou wel een extra certificaat willen op sociale hygiëne. Want dan kan ik hoger instromen in horeca. Dus vraag het ook aan hen zelf. En dan komen daar wel... Dan kun je misschien een ander mechanisme ontwerpen met elkaar... Wat dingen gaat doorbreken. Want ik denk echt dat de hele uitkering, hoe we het nu hebben bedacht, dat ervoor zorgt dat mensen gewoon 8 of 10 jaar lang op de bank thuis blijven zitten. Een belangrijke uitkomst van ons onderzoek is dat wat Nederland doet niet klopt als je kijkt naar de Europese regels. En om daar wel aan te gaan voldoen, stellen wij voor om opnieuw aan de tekentafel te gaan zitten, indachtig die Europese regels, gemeentes daarbij te betrekken, mensen uit het veld daarbij te betrekken, de echte kwartiermakers, en samen te gaan zitten en te zeggen, we maken een geïntegreerd traject, waarbij vanaf dag 1 dat iemand aankomt en we aannemen dat iemand in Nederland kan blijven, gewerkt wordt aan integratie. En integratie op maat. Wat wil iemand? Wat kan iemand? Wat hebben wij te bieden? Wat hebben wij nodig? Dat kan best meegewogen worden in het ontwikkelen van een programma naar economische zelfstandigheid in Nederland, naar deelname. En we moeten af van dat systeem waarbij het eerst dit, dan dat. En als je niet eerst dit, dan krijg je misschien zelfs een boete voordat je naar dat. Dat werkt niet. Dat werkt averecht. Dat willen we niet. We willen juist dat mensen zich hier enthousiast gaan integreren, mengen, ondernemen, meedoen aan de samenleving. Nou, daar is een hoop te winnen.